Slimmer heet het project en de ervaringen met de groep in Apeldoorn zijn hoopgevend. Mensen die verhoogde kans op diabetes hebben, komen nu regelmatig bij elkaar om te sporten. Ik had kans op suiker en hoge bloeddruk. Leeftijd, denk ik, leefgewoonte. Heb ik gestoorde bloedsuiker. En op advies van de huisarts. En daarom doe ik mee met het programma. En sporten helpt bij een verhoogde bloedsuikerspiegel. Vooral je lichaamssamenstelling verandert. Je percentage vet neemt af, je percentage spierweefsel neemt toe. En die verhouding is gunstig voor het glucosegehalte in je bloed. Ook aan het dieet van de deelnemers wordt gewerkt. Diabetes kan ook ontstaan als gevolg van ongezonde voeding. Dus je let nou wat meer op vet, op suiker in bepaalde voedingsstoffen. Je eet wat meer fruit, noem maar op. Het is heel belangrijk wat voor keuzes je maakt met eten, maar ook hoe je eet. Dus hoeveel eetmomenten je op een dag hebt. Het is belangrijk dat je meerdere eetmomenten op een dag hebt, dat je verbranding op gang blijft. Dat is ontbijt, lunch, avondeten en dan het liefst nog 2 of 3 tussendoortjes. 10 maanden duurt het project in Apeldoorn en in Doetinchem gaat nu ook een groep van start. Omdat de resultaten in Apeldoorn gunstig lijken, hopen de initiatiefnemers uiteindelijk permanent steun te krijgen van de zorgverzekeraars. Als iemand diabetes krijgt, zijn daar enorme zorgkosten aan verbonden. Dus het kan voor zorgverzekeraars heel lonend zijn om te zorgen dat die zorgkosten niet gemaakt hoeven te worden.